Ik vond het heel, heel tof dat er net een vrouw naar mij toe kwam die zei dat het het leukste was wat ze tot nu toe op de MBD had gezien. Wij zijn op de 25e editie van de Nationale Wiskundedagen en dat is het grootste jaarlijkse congres voor wiskundedocenten in het voortgezet onderwijs. En vooral om hen te inspireren met mooie, nieuwe, uitdagende, creatieve wiskunde. Liemers Dance is een lecture performance waarbij we eigenlijk een wiskundig vermoeden van Derek H. Liemer hebben uitgebeeld met beweging, geluid en beeld. Dat vermoeden van Liemer dat dateert uit 1965. Er is een lange tijd niks aan gedaan. Dan is het toch niet meteen evident of het je wel gaat lukken. Ja. En uiteindelijk heb ik in 2015, dus 50 jaar na dat Liemer zijn vermoeden uitsprak, heb ik die stelling bewezen. Tom ging daar steeds meer lezingen over doen. Zo ben ik hem 1,5 jaar geleden tegengekomen op een studiedag. En toen vertelde hij hoe hij bezig was met die stelling over Liemer, om dat zeg maar in dans vorm te geven. En toen dacht ik, die moeten we hebben. Die stelling gaat over rijtjes en de dansers staan dus in rijtjes op het podium en die rijtjes veranderen elke keer, die permuteren. Alle muziek is ook gebaseerd op de buurwisselingen en op de reeksen die het onderwerp vormen van de performance en lecture van Tom en Roos. Snap je de wiskunde erachter? Ja, ik snap de wiskunde erachter. De lecture performance is een begrijpelijke versie uitleg van Toms werk. Hoe je het allemaal moet berekenen zou ik niet zo 1, 2, 3 weten, maar ik begrijp het patroon en ik denk dat het, als je het visualiseert of het laat zien, dat het dan heel snel wel duidelijk wordt. Dat maakt het ook zo mooi, dat het eigenlijk naar iets heel elementairs teruggebracht kan worden en vervolgens steeds complexer gemaakt kan worden. Wisselen van toestand. Wisselen. De middelste twee wisselen nog.